Hi, ik ben Alexander Renders van de Nederlandse Golf Federatie. En speciaal voor alle golfclubs en banen en uiteraard ook de golfprofessionals hebben we verschillende webinars opgenomen met betrekking tot ledenwerving en ledenbehoud. Tijdens deze webinar staat vooral ledenwerving centraal en behandelen we de vraag: hoe zorg je voor werving van nieuwe golfers en voor een goed ontvangst? Bij mij zit Paul Bouwman. Hi. Dankjewel. Paul, fijn dat je er bent. Kan jij vertellen wat jij bij Golfbaan Het Celle doet? Ik ben de voorzitter van de vereniging. Kijk, en daarmee bemoei jij je dus ook kennelijk met de ledenwerving? En daarmee bemoei ik me ook met de ledenwerving. Ja. En tegelijkertijd vervul ik ook nog een semi-rol als clubmanager. Dus dat komt mooi samen in die beide rollen. Ja, mooi. Het werven van nieuwe golfers en ook het goed ontvangst. Je hebt 5 tips voorbereid om de golfclubs en banen en professionals te inspireren. Ja. Zou jij willen beginnen met tip 1? Nou, tip 1 is eigenlijk een heel voor de hand liggende. Dat gaat over golfstart. Vanaf het allereerste moment hebben wij golfstart omarmd. Omdat het een programma is, een concept waarvan we zeggen, nou, daar kunnen we echt wat mee. Daar trek je laagdrempelig gewoon nieuwe golfers, geïnteresseerden, heel snel aan. Maar in het begin bleek ook dat het platform wat daarvoor ontwikkeld is, niet paste bij onze golfclub. Omdat daarmee de agenda van de pro's te veel werd belast. Dus wat we toen gedaan hebben, toen hebben we gekeken of we het op een eigen wijze in konden zetten. En we hebben het concept totaal ongewijzigd, met dezelfde prijsstelling, dezelfde inhoud, geïntroduceerd via de leden, maar ook via de website. En het heeft er nu voor gezorgd dat we in, nou, schatting 2,5 jaar, meer dan 300 golfstarters binnen hebben gekregen. Die op een of andere manier met lessen zijn begonnen. Sommigen toch achteraf individueel of met z'n tweeën, ja, Omdat ze dat leuker vonden. En daar hebben we een heel groot aantal van kunnen behouden. Nou, fantastisch. Ja. Dus wat jij ook zegt, hè, dat golfstart platform, hè, waar je natuurlijk voor kan aankanmelden en in de vaste stramien, zo maar even zeggen, dat sprak je heel erg aan, maar het paste gewoon even net niet bij jouw agenda en bij Van der Pro's. Maar het concept aan zich heeft jullie geen windeieren gelegd, zomaar zeggen. Absoluut niet. Ja. Dus dat is zeer lucratief geweest, als ik het zo mag zeggen, voor de golfclub. Het, ja, heeft er ook voor gezorgd dat de golfpro's een hele volle agenda hadden. Ja, nou, fantastisch. Ja. Mooi. Dankjewel. De tweede tip. De tweede tip. En die zit eigenlijk in het verlengde van golfstart. Want op het moment dat de nieuwe golfers hun baanpermissie halen, zoals ik het, zoals wij het noemen, of het is een officiële NGF-term natuurlijk, moeten ze een stukje begeleiding krijgen. Een stuk begeleiding, ja, om geïntroduceerd te worden binnen de vereniging, binnen de golfclub. Daar hebben we buddies voor in het leven geroepen. En een buddy wordt toegewezen op het moment dat iemand zijn golfbaan permissie haalt. Kijk. En wat doet die buddy? Die neemt hem mee bij ons de par 3 baan op. Die loopt een aantal rondes. Op het moment dat iemand zijn handicap of zijn theorie heeft gehaald, dan gaat hij ook met hem of met haar een qualifying ronde lopen. Begeleidt hem op de grote baan. Introduceert ze bij de rabbitwedstrijden of andere vormen van wedstrijden. Zodat mensen stapsgewijs bij die golfclub geïntroduceerd worden en zich thuis gaan voelen. En de tweede groep die we hebben zijn de mentoren. Ja. Die staan los van de buddies. Dus jullie zijn mentoren en buddies zijn verschillend. Ja, zijn verschillend. Kijk. En ja, waarom hebben we mentoren? Omdat we merken dat in het oosten van het land waar wij zitten er toch heel veel bestaande golfers vanuit het westen naartoe komen op het moment dat ze minder gaan werken of ze gaan gepensioneerd. En dat betekent weer die golven al. Maar die zijn op zoek naar een golfclub. Nou kan de eerste introductie bij de golfbaan, golfclub, kan heel positief zijn. Maar waar zij naar zoeken is van, hoe raak ik nu thuis in een omgeving waar meer dan 1000 leden actief zijn? En daar zijn de mentoren voor. Ah, kijk, dus je hebt zeg maar buddies voor de nieuwe golfers. Die, ja, gaan met ze ook de baan in. En je hebt mentoren voor eigenlijk bestaande golfers die nieuw lid worden. En op die manier introduceren ze jullie, ja, eigenlijk ook bij alle, ja, clubjes binnen de, ja, club, om ze zo maar even te, ja, noemen. Ja. Nou, klinkt heel mooi. Dankjewel. De derde tip. Derde tip. Maak gebruik van ambassadeurs en ambassadeursrondes. Ambassadeurs hebben we in de ons omringende plaatsen gezocht. En het zijn leden van de golfclub die een oog houden wat er in die plaatsen gebeurt. In de steden. En die ervoor zorgen dat via andere leden van de golfclub
kennissen, vrienden, familieleden geattendeerd worden op de golfclub, geïnteresseerd worden gemaakt. En de volgende stap is dan dat die ambassadeurs ook de mogelijkheid hebben om iemand mee te nemen voor een ambassadeursronde, wat we noemen. Op het moment, en dat laten we echt aan de beoordeling over van de ambassadeur, op het moment dat hij denkt van ik heb nu iemand, of een, hij of een zij, die geïnteresseerd is in de golfsport en die al kan golven, neem hem mee, neem haar mee voor een gratis ronde op de golfbaan. Laat de baan zien, laat zien hoe mooi dat die is. En wat we merken is dat, nou, ik zal het niet overdrijven, maar ik denk 80-90% misschien zelfs wel, converteert later naar een lidmaatschap. Ja. Ah, wat mooi. En er wordt geen misbruik van gemaakt. Nee. En die ambassadeurs, die worden door jullie geselecteerd? Of doe je een oproep via de nieuwsbrief? Of... Beide. Okay, met name is het, het selecteren, gewoon denken van, nou, die zou daar geschikt voor kunnen zijn. Ja. En zo hebben we een netwerk van, ik denk wel, 25 ambassadeurs in de omliggende plaatsen om het cellen heen. Nou, geweldig. En heb je die ambassadeurs, kies je die ook af en toe een beetje op doelgroep? Dat je zegt van, nou, ik heb een ambassadeur wat meer in de groep 40ers. Ik heb een ambassadeur in de groep 60ers. Of zeg je, dat laten we eigenlijk gewoon vrij. Dat laten we vrij. We kijken gewoon naar hoe sociaal iemand is en of hij mensen mee kan nemen. Ja, het gaat meer om inderdaad wat je zegt, het sociale karakter. En we willen natuurlijk een spreiding. Want we zitten in een buitengebied als golfclub. En we hebben toch wel een stuk of 8, 9, 10 kleinere gemeentes om ons heen liggen. Ja. Dus je wil eigenlijk in zoveel mogelijk plaatsen, wil je een aantal ambassadeurs actief hebben. Ja. En dan gaat het heel snel. Ah, dus je selecteert eigenlijk meer op woonplaats dan op leeftijd of stelniveau. Ja. Duidelijk. We gaan dan weer naar de volgende tip. Enquêteer onder je leden en luister ook naar je leden. We doen al een aantal jaren mee met Players First. Ja. We hebben het 2 jaar lang achter elkaar bijna elke sessie meegedaan. Toen een jaartje stil. En nu zijn we er dit jaar weer opnieuw leven ingeblazen. En waarom? Omdat we de afgelopen jaren heel veel nieuwe leden binnen hebben gekregen. En het voordeel van Players First is tweeledig. In de eerste plaats kun je het vergelijken met landelijk, met de andere golfclubs die eraan meedoen. Maar je kunt ook bij elk van de onderdelen kun je eigen vragen samenstellen. En die kun je zodanig instellen dat je daar heel veel uit kunt halen uit de respons die je van de geënquêteerde krijgt. Van de, moet ik het goed zeggen, van de 1200 die aangeschreven zijn, heeft bijna 60% heeft gereageerd. Oh, dat is enorm. Ja. Dat is een enorm aantal. Ja. En we houden nieuwe ledenbijeenkomsten, waarbij we natuurlijk ook vragen stellen en ook van de andere kant tips vragen. En wat je ziet is dat zowel uit de Players First enquête als uit dit soort bijeenkomsten, dat er heel veel tips komen. Tips die men meeneemt vanuit een andere omgeving waar men al gegolfd heeft. En om een voorbeeld daarvan te geven is de themalessen die onze pro's geven. Daar kwamen een aantal nieuwe leden die van een andere baan kwamen zeiden dat deden we op die baan. Ze hebben het ons uitgelegd, we hebben het met de pro's besproken, vervolgens toegepast. In eerste instantie met een tiental themalessen in een maand tijd. Donderdagmiddag uitgeschreven, donderdagavond waren al de 10e lessen volgeboekt. Ah, oh, fantastisch, ja. En dat hebben we dus vervolgens herhaald maand op maand op maand. En ondertussen zitten ze op honderden themalessen en er is ongelooflijk veel belangstelling voor. Ja. En een themales is inderdaad van het korte spel, het putten, de bunker. Nou, je kan het niet zo gek niet bedenken. Ja. Of je kunt er een themales van maken. Ik vind die conversie die je hebben gehaald. Hè, we zien overigens bij Players First die conversie sowieso echt veel hoger dan onder een standaard enquête in het land. We merken ook dat het verenigingsleven daar natuurlijk van invloed is. Doen jullie nog specifieke dingen om die, want dit is toch echt boven gemiddeld hoog, hè, 60%, om die te behalen? Kenbaar maken vooraf in de nieuwsbrieven dat we het gaan versturen. Gaan doen, ja. En zorgen dat de begeleidende brief die erbij zit, het is de e-mail, dat het ook aangeeft het belang wat we eraan hechten. We maken achteraf altijd een samenvatting van de respons. En die samenvatting gaat ook weer terug naar de leden. En daarmee kunnen ze ook zien, en dat is het tweede deel van de tip, doe er ook wat mee en laat je leden ook zien wat je ermee gedaan hebt. Ja, nou ja, het klinkt eenvoudig. Volgens mij zit er best wel wat tijd in. Zit er ook. En een mooi voorbeeld is bij ons het toilet in de baan. We hadden vroeger een Dixie staan. Nou, dat gun je niemand. Dat werd niet gewaardeerd. Dus wat we toen gedaan hebben. En elke keer komt terug van, joh, we willen een beter toilet in die baan.
Tot een moment kwam dat er dus leden gingen reageren en zeiden, ja, maar wij willen wel helpen. We willen wel handjes uitsteken. Ah, ja. Heb je wel eens nagedacht over een financiële bijdrage van de leden? Dat laatste hebben we gedaan, vrijblijvend. En we hebben een aantal sponsoren hebben we meegekregen met het sponsoren van materialen. En het gevolg was dat we volledig bekostigd door leden en door sponsoren nu een fantastisch toilet in de baan hebben staan. Gescheiden dames en heren, zonnepanelen op het dak voor de energievoorziening. Nou goed. Ja. Nou ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe je dus ook je leden uiteindelijk weer kan gebruiken om zoiets moois te regelen. Volgens mij zijn we aangekomen bij de laatste tip. Ja, dat is het differentiëren van de lidmaatschapsvormen. Het is natuurlijk een aandachtspunt voor alle clubs. De NGF heeft natuurlijk ook met een onderzoek daarnaar gedaan. Wij steunen dat en we kijken naar de ontwikkeling van golfend Nederland. En dat is wel heel bijzonder wat je ziet. Was het vroeger traditioneel 18 holes lidmaatschap, dat begint helemaal te kenteren. Ja. En hoe hebben we dat geconstateerd? Door te analyseren wat het gedrag is van de golfers, hoe het zit met het aantal rondjes wat ze spelen, et cetera. Dus wat we gedaan hebben in 2014, hebben we het 9 holes lidmaatschap geïntroduceerd. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we een par 3 baan hebben en een 18 holes baan, beide volwaardig. Het lidmaatschap van de 18 holes baan hebben we opgeknipt. Je kunt 9 holes lidmaatschap aangaan, kun je elke dag 1 ronde van 9 holes spelen op de wedstrijdbaan. Nu zijn we 7 jaar verder. Het is de grootste groep binnen ons ledenbestand. Ja. Meer dan 500 leden. En de analyses op dit moment wijzen uit dat van de individueel op naam geboekte rondes, dan praat ik niet over een herendag of een damesdag, 82% een 9 holes ronde is. Ja. En dat betekent dat je bij ons kunt starten op 1 en op 10. Ja. Speel je een 18 holes ronde, heb je dus 2 starttijden. Het gevolg is dat je dus ook veel meer leden de mogelijkheid kan bieden om een ronde te spelen, in plaats van dat ze 18 holes boeken en dan 9 holes uitstappen en dat die baan vervolgens leeg ligt. Heb je ook gemerkt dat daardoor misschien meer jonge mensen ook interesse hebben in die 9 holes lidmaatschap? Of zeg je, dat speelt bij ons nog niet zo, ook misschien wel vanwege de demografische ontwikkeling? Wat versta je onder jongen? Ja, bij golf is onder de 50 al jonger. Nou, wat we in ieder geval hebben voor de jongvolwassenen, hebben we een speciaal tarief. En dat is tot en met 29 jaar. Die hebben onbeperkt speelrecht. En we merken dat van de toetreders boven de 40... ik denk 4 op de 5 kiest voor een 9 holes lidmaatschap. Ja. En dat is puur vanwege de tijd die men heeft om het sociale leven tegenwoordig er heel anders uitziet dan 20 of 30 jaar terug. Nou ja, eens. Ja. En dat merken we gewoon, dat de belangstelling voor een kortere ronde qua tijd steeds meer in de belangstelling staat. Ja, ja, het is ook aan de ene kant logisch. Ja. Ik merk het over zelf ook. Ik speel ook liever 9 dan 18. En dat wil niet zeggen dat ik een bepaalde groep vertegenwoordig, maar ik merk aan mezelf ook dat ik dat makkelijker doe vanwege mijn gezinssituatie. Ja, een 9 holes ronde spelen aan het eind van de dag, zeker als je werkt, is ook makkelijk. Ja. Vooral natuurlijk in de zomerperiode. Ja. Even nog gauw naar het eten of als je uit het werk komt, 9 holes ronde en dan ben je toch nog niet een groot deel van de dag kwijt. Fijn dat het voor jullie succesvol is geweest. Paul, hartstikke bedankt dat jij jouw tips hebt willen delen en jouw succes hebt willen delen. Graag gedaan. Mocht je nou nog vragen hebben of wat meer willen weten over dit onderwerp, neem contact met me op middels onderstaande mailadres. En mocht je nog een keer een paar vragen hebben aan Paul, volgens mij is Paul ook echt wel beschikbaar en wil tijd maken om die te beantwoorden, dan komen we er graag bij op terug. Tot de volgende keer.